6 april, 71 jaar geleden, dat Almelo werd bevrijd. De stenen die nu worden gelegd zijn uitsluitend voor weggevoerde en vermoorde Joodse bewoners van Almelo. Blijven herinneren, die struikelstenen, de gedachte dat je moet bukken naar zo'n naam om te kijken, dat heel belangrijk is. Dat we ons iedere keer weer bewust zijn van het feit hoe snel een samenleving kan verloederen als je niet oppast voor het extremen. Ik weet niet of u gezien heeft dat in de hal van dit stadhuis artikel 1 van de grondwet staat gebeiteld. Ik wil het u graag voorlezen. Het artikel luidt: allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. We moeten beseffen dat alles vaak willekeurig gebeurt. Als één ding ben je eigenlijk kwetsbaar. En we moeten proberen om met name ook de minderheden, die vaak toch een andere gedachte tonen dan wij hebben, om die te respecteren. En het accepteren van die ander, verdraagzaamheid, is de boodschap, denk ik, verdraagzaamheid. Mogelijk zijn taal, is die vreemd of anders of opmerkelijk? Of is er iets opmerkelijks aan zijn optreden? Iets waaraan u wellicht aanstoot zou nemen? Heeft het nu nog zin om na 70 jaar dit nog steeds te herdenken? Het heeft zin om een paar redenen. De eerste plaats is dat we nu merken dat de nabestaanden van degene die in de oorlog zijn vermoord, dat die vragen hebben. Waar zijn ze gebleven? Hebben nergens een plaats om ze te herdenken? Dus puur voor die mensen is het heel belangrijk. Het is belangrijk voor Almelo, omdat wij toch een groot aantal burgers die gesneuveld zijn, die vermoord zijn, kunnen herdenken op die manier en aan kunnen denken. En de laatste plaats is voor mij kinderen die nu horen via de media hoe het gaat in Syrië, hoe het gaat in al die landen waar vervolging plaatsvindt en wat vervolging betekent voor mensen. En ik merk aan de reacties van met name jongeren dat zij vragen hebben en ook vragen hebben over die Tweede Wereldoorlog. Want het is vaak zo dat de eerste generatie die in de oorlog geleefd hebben er later over gezwegen hebben. Dus die kinderen, de tweede generatie, weet eigenlijk heel weinig. En de derde generatie, die nu opgroeit, heeft vragen. Vragen, hoe kon het allemaal gebeuren in Nederland? Hoe kan dat? Dat in Nederland, zo'n beschaafd land, net als in Syrië, zulke dingen gebeurd zijn. Dus vragen genoeg. En ik geloof dat het zin heeft.